Goedemiddag allemaal, welkom bij Naturalis Live. Alweer de vierde in de reeks en het is ook tevens de laatste. En ook de laatste van dit jaar, maar wel met een heel bijzonder thema. We gaan het hebben over T-Rex Trix. En voordat mijn collega Anne Schulp daarvan alles over gaat vertellen, wil ik jullie eerst even wijzen op de chat. Daar kun je al je vragen kwijt. Zit je in de klas en heb je een vraag, steek even je hand omhoog. Die zie ik natuurlijk niet, maar jullie leraar wel en die kan dan de vraag in de chat zetten. En dan zien wij hem voorbij komen en gaan we ons best doen die te beantwoorden. Ik wil het meteen alvast even testen. Ik zie dat een aantal leraren dat al gedaan hebben. Maar geef even aan welke klas je aan het kijken bent en welke school jullie zijn. En dan gaan wij ondertussen van start. Ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie op school ook. En ik hoop jij ook, Anne. Welkom. Dag, zou je Matthijs. Even willen voorstellen? Ja, ik ben onderzoeker bij Naturalis en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En ik hou me met mijn onderzoek bezig met dinosauriërs. Ik wil alles over dinosauriërs te weten komen. En dat houdt mij bezig. En nou zien we hier al meteen één van die dinosaurussen staan. En is dit jouw favoriet? Nou, het is wel een dinosaurus waar ik de afgelopen jaren heel veel tijd en onderzoek aan besteed heb. Ja. Ja. Nou, we weten natuurlijk al welke dino het is, want het stond in de titel. Het is natuurlijk onze eigen echte T-Rex Trix, die bij ons in het museum staat. Nou, en ja, waarom is dit dier nou zo bijzonder, Anne? Nou, wat vooral heel bijzonder is aan dit fossiel is dat we heel veel botten ervan hebben teruggevonden. Want het is een dinosaurus van 12 meter lang, van kop tot staart. En zo'n grote dinosaurus, die raakt natuurlijk niet heel makkelijk in één keer toegedekt door een laag modder. En dat is wel wat je nodig hebt om een fossiel goed bewaard te krijgen. En dat is hier vrij aardig gelukt, want we hebben, we missen wat delen van de klauwtjes en van de staart en een van de twee van de pootbotten. Maar verder hebben we eigenlijk het hele skelet wel teruggevonden. Dat is super bijzonder. Want we zien hier natuurlijk een groot deel van de kop. En die is bijna helemaal echt, hè? Ja. Ja. Alleen in de onderkaak een deel van die tanden die waren al een beetje weggespoeld en van de helling afgespoeld voordat die ontdekt werd. En daar hebben we koeien overheen gelopen. Dus we hebben heel veel hele kleine scherfjes van tanden teruggevonden. En dus niet van die mooie complete tanden zoals deze. Die hebben we niet allemaal, maar verder al die kop prachtig bewaard gebleven. Ja. Wat ook zo fijn is aan dit fossiel, de botten die zijn niet verdrukt. Het is echt heel mooi in de 3D bewaard gebleven. Dus we konden ook alle botten weer heel mooi in elkaar puzzelen. Ja, dus deze T-Rex Trix, die is eigenlijk gewoon vertrapt door een koe. Dat is toch wel bijzonder als je daarover nadenkt. De tandjes, ja. Ja, ik zie al meteen een vraag in de chat komen. Waarom heet dit skelet eigenlijk Trix? Er zijn heel veel suggesties binnengekomen voor namen. En het rijmt een beetje op Rex, dus Trix de T-Rex. En daar komen we zo meteen op. Want het was natuurlijk wel een vraag, moeten we nou een jongensnaam of een meisjesnaam verzinnen? Maar daar gaan we het straks even over hebben. Ja, Trix is in ieder geval een mooie naam wat bij T-Rex past. Maar we hebben, dit skelet staat er natuurlijk, maar dat doe je niet eventjes in een dag zo'n skelet opbouwen en vinden. Hoe gaat zo'n opgraving nou precies in zijn werk? Nou, volgens mij hebben we daar nog een paar plaatjes van. Ja, kijk, hier zijn we bezig met de graafmachine. En je ziet daar eigenlijk al in een gipsverband, daar links, waar twee van die collega's bij staan. Daar hebben we al wat gips eroverheen gedaan om ervoor te zorgen dat het bot echt helemaal, de kop, de schedel is dat, al helemaal ingepakt is. En zodat we het veilig naar het laboratorium kunnen meenemen om het verder schoon te maken. En daarachter, daar zie je, daar zitten we lekker in het zonnetje, maar daar hebben we wat schaduw neergezet. En dan zijn we rustig bezig om korreltje voor korreltje al het zand weg te krabbelen om zo al die botten stuk voor stuk uit de grond te halen. En met de graafmachine hebben we het zand dat er bovenop lag. In de laag daarboven hebben we eerst die laag weggeschaafd met het graafmachientje. Ja, dus je hebt niet per ongeluk met die grote machine ook wat botten kapot gereden? Dat doen we echt tot een halve meter of zo boven de laag met de fossielen. En dan gaan we vandaar met heel fijn gereedschap verder graven. Ja, ja. Nou zien we hier een heel mooi plaatje van waar we een aantal botten zien liggen. Voordat je vertelt wat voor botten dat zijn, misschien weten jullie dat in de klas. Wat voor botten zien we hier op de voorgrond in een heel mooi rijtje liggen? En misschien kun jij ondertussen, Anne, vertellen hoe je dit nou zo kunt. Nou ja, je ziet.
Ja, je ziet daar op de achtergrond al een heel groot bot dat een beetje op een soort van torentje staat. Dus daar zijn we er al omheen aan het graven. Dat is het grote blok waar de heup in zit. En ja, wat je in zo'n geval doet, is je graaft er omheen, zodat je er daarna het heel mooi kan inpakken in een stevig gipsverband om het veilig mee te nemen naar het lab. En inderdaad, ik zie hier, ze zeggen hier dus staart en ik zie nog een keer staart en dat is helemaal goed. En dit was denk ik wel het allerspannendste stukje van de opgraving. Want je denkt misschien dat Tyrannosaurus de dino is die we heel goed kennen, maar niks is minder waar. We weten zelfs nog niet eens precies hoeveel botjes er in de staart van een T-Rex zaten. Er is nog nooit een complete staart gevonden. En hier kwam er steeds weer een nieuw botje tevoorschijn en weer een nieuw botje, steeds een kleiner botje. Dus we kwamen steeds dichter bij het puntje van de staart. En ja, dat was dan wel weer jammer. Ook hier missen we het puntje van de staart. Dus zonde, het mysterie is nog steeds niet opgelost. Dus we moeten nog een keer terug en eindelijk eens een keer een complete staart vinden. Ja. Maar we waren er bijna. Ja, nou ik zie ondertussen nog wat vragen binnenkomen. Onder andere, hoe oud is de dino? Daar komen we straks nog eventjes op terug. Ja. Maar ook de vraag, hoe lang duurde het om de T-Rex op te graven? Nou, we hebben een team met heel veel super ervaren, handige collega's. En we zijn daar met 2,5, kleine 3 weken bezig geweest. En dat is heel weinig. Maar dat had er alles mee te maken dat het zand om de botten eigenlijk bijna niet versteend was. Dus we konden het heel makkelijk wegkrabbelen. En dus het was echt een super makkelijke opgraving. Het was echt belachelijk makkelijk. Ja, en nou liggen deze botten al heel lang onder de grond. Maar hoe lang is het geleden dat deze T-Rex leefde? 66.398.000 jaar en een klein beetje. Dat is heel precies. Ja, we hebben een gesteentelaag waarvan we precies weten dat die 66.398.000 jaar oud is. En net daaronder, daar zaten de botten. Dus ietsje ouder dan dat. Nou, dat is in ieder geval heel lang geleden. Dan zien we hier een heel mooi plaatje van een close-up van een bot. Wat zien we hier? Nou, hier een close-up van de staart. Dan zie je hoe mooi die botten eruit komen. Ja, en zo'n botje, je zei het al, het ging er dus vrij makkelijk uit binnen een paar weken. Maar met wat voor gereedschap werk je dan op zo'n kleine schaal? Nou, ik ben zelf echt dol op het oestermesje. Dat is echt een heel fijn gereedschap. Dan zit je er ook met je hand lekker dichtbij, zo'n kort puntje. Ja, dit is een wat langer mes. Die vind ik altijd wat minder fijn. Ik werk liever met een wat korter mesje. Maar dit werkt ook fantastisch. Met een mesje en een kwastje een beetje het zand wegkrabbelen en wegborstelen. En voor je het weet ligt er weer een mooie tand bloot. Ja, ik zie ondertussen een hele leuke vraag binnenkomen. De vragen stromen overigens binnen. We kunnen ze denk ik niet allemaal beantwoorden. We doen ons best. Maar mocht je vraag niet tijdens de sessie beantwoord worden, dan heeft Anne aan het einde nog even tijd om in de chat de antwoorden te geven. Dus wees niet bang, we zullen je vragen beantwoorden. Maar ik zie hier een leuke vraag binnenkomen. Heeft elke dino dezelfde kleur ogen? Joh, dat is een leuke vraag. Nee, ik heb geen idee, durf ik je niet te zeggen. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken. Die ogen, botten die kunnen fossiel worden en harde delen zoals de tanden, die kun je makkelijk als fossiel terugvinden. Maar dingen als de kleurstof in de ogen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat wordt niet makkelijk fossiel, dat blijft niet 66 miljoen jaar bewaard in de grond. Dus dat is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Lastig. Ja, nou zien we hier op het plaatje een mooie tand liggen. Jij had daar ook een tand, wil je die nog eens laten zien? Ja, maar het is een afgietsel, een kopie. Dus dan heb je een beetje een idee hoe groot de tand van een Tyrannosaurus is. Dit is de tand. En dan zit er hier ook nog een stuk, dit is de wortel. Want als je zo'n grote stevige tand hebt, dan moet die natuurlijk ook goed stevig in de kaak vastzitten. Ja, en hoeveel had die daar dan van? Een stuk of 50. Er is meestal, ze gingen eigenlijk hun hele leven door met tanden wisselen. Dus dat betekent ook dat er altijd wel een paar fietsenrekkies in het gebit zaten. Maar meestal, je moet erop rekenen dat er een kleine 50 tanden op ieder moment in de bek zaten. Ja, nou nog één vraag over de botjes, maar dan allemaal bij elkaar. Hoe zwaar weegt zo'n skelet eigenlijk? Ik heb het zelf nooit gewogen. En het wordt natuurlijk veel zwaarder op het moment dat het versteent. Dus ik weet het niet. Ik heb nooit gewogen. In ieder geval misschien zwaarder dan toen ze nog leefden, omdat het zo versteend is. Zou zomaar kunnen. Nou zien we hier een plaatje van het hele skelet. Maar je zei al, we hebben niet het hele skelet gevonden. Wat hebben we dan precies wel gevonden? Ik heb daar in bruin ingekleurd wat we allemaal gevonden hebben. En dan zie je een beetje een bleker kleurtje voor de voeten en de onderkaak. Dat zijn de botjes en daar hebben we een...
een kopie van een ander skelet van genomen, van een net zo grote T-Rex. Dus daar hebben we het mee aangevuld. En je ziet ook dat ik de linkerpoot, die heb ik blauw gekleurd. En die linker, ja, de botten van de been, van het linkerbeen, dat hebben we niet. Maar wel van het rechterbeen. Dus daar hebben we een 3D-scan van gemaakt en een gespiegelde 3D-print. En die hebben we erop gemonteerd. Want ja, als je het rechterbot hebt, dan kun je het linkerbot er zo bij spiegelen. Ja, nou zagen we net die staartbotten heel mooi in dat veld liggen. Maar ja, vaak zijn de botten denk ik ook gebroken als je ze vindt, toch? Ja, maar dat viel met de meeste botten hier eigenlijk wel mee. En vooral die staart en die heupen en die poten. Het was allemaal prachtig bewaard gebleven. En ook de schedel was heel goed. De rugwervels en ook de botten in de nek, die hadden echt wel een tik gehad. Want die zaten al aan de zijkant van de helling, dus dat was al een beetje gaan schuiven. En daar zaten plantenwortels in en zo, die hadden het al kapot gemaakt. Dus dat was echt een ontzettende puzzel. Ja, dus hoe lang heeft het dan uiteindelijk geduurd om dat hele skelet in elkaar te zetten, schoon te maken en in elkaar te zetten? Anderhalf jaar werk. Ja, met een groot team. Ja. En die brokjes bot die je dan vond, zag dat er een beetje als dit uit? Ja, dit is de puzzel. En hier zie je dan een paar botjes uit de rug. En die zijn allemaal gesorteerd. En dan proberen we ze natuurlijk om die allemaal in elkaar te puzzelen. En we hebben daar zelfs hulp van gehad in Naturalis. Daar kon je ons meehelpen. We hadden gewoon een heleboel van die kleine puzzelstukjes naar Nederland gevlogen al. Al het puzzelwerk werd in Amerika gedaan. Maar we hadden een paar doosjes puzzelwerk naar Nederland gevlogen. En dan kon iedereen meehelpen in het Tyrannosaurus puzzelweekend. Dus dan kreeg iedereen één stukje, één scherfje. En dan op de tafels uitgespreid kon iedereen kijken of er een passend stukje bij gevonden kon worden. En zo hebben we met z'n allen die nou toch in elkaar gezet. Was dat echt een succes? Vonden mensen dat superleuk om bij te helpen? Kon het ook? Of was het wel heel frustrerend omdat het zulke kleine scherfjes waren? Nou, leuk en frustrerend, denk ik, voor de meesten. Maar wanneer heb je nou zelf een echte T-Rex beet gehad? Hè? Dus, en dat je straks kunt zeggen van kijk, die T-Rex heb ik ook nog in meegepuzzeld. Ja, dat is superleuk, want ieder uur hadden we weer een nieuwe groep puzzelaars. En eigenlijk iedere keer ook wel weer van, hey, ja, we hebben weer een match. Dus kunnen we ze aan elkaar plakken. Ja, want zo bouw je. Een leuke vraag binnen. Was T-Rex eigenlijk de grootste dino? De grootste en zwaarste en langste kun je op allerlei manieren zijn. Er zijn natuurlijk die langnekdinosaurussen, die spelen een beetje vals. En met zo'n enorm lange staart en een enorm lange nek, dan ben je van voor tot achter al makkelijk 30 of 35 meter. En dat is natuurlijk veel langer dan een T-Rex. Maar die hebben dan weer een heel klein koppie. Dus op ieder gebied heb je wel weer een andere recordhouder. Ja, nou, in ieder geval heel lastig om te beantwoorden af en toe. Hoe lang is een baby T-Rex wanneer die geboren wordt? Nou, we hebben nog nooit eieren van een Tyrannosaurus gevonden. Maar als je kijkt naar hoe grote eieren zijn van andere grote vleesetende dino's, dan moet je denken aan ongeveer zulke grote eieren. En dan zitten ze vaak zo'n beetje opgerold erin. Dus ik denk dat je dan iets van een halve meter of zo van het puntje van de snuit tot het puntje van de staart. Ja, dus dat betekent dat een T-Rex heel snel moest groeien in zijn leven. Ja, we weten dat het een paar jaar duurt voordat het echt helemaal in de versnelling gaat. En zo na 5, 6, 7 jaar gaat het heel snel omhoog in gewicht. En 12, 13 jaar of zo, dan zijn ze echt volwassen, 11 meter. En dan blijven ze nog heel langzaam verder doorgroeien tot ze 12, 13 meter lang worden. Wauw. Nou is het natuurlijk heel veel werk, hè, dat opgraven, dat is dan gelukt. En je hebt die botjes in elkaar gepuzzeld, dus je hebt een mooi skelet. Maar ik neem aan, als je dan bezig bent, dat roept enorm veel vragen op, zo'n skelet, of niet? Ja, nou, we hebben heel veel vragen gekregen. Dat was ook heel leuk, want we hebben met het Tyrannosaurus puzzelweekend hebben we ook iedereen gevraagd van wat wil jij nou weten over de T-Rex? Dan nemen we dat straks ook mee in het onderzoek en dan nemen we het ook mee in de tentoonstelling. Dus nou ja, er zijn allemaal hele makkelijke vragen, hele moeilijke vragen, waar je misschien ook helemaal geen antwoord op kan geven. We zien hier inderdaad een paar vragen staan, hè, die eerder al werden gesteld. Misschien hadden jullie op school ook al deze vragen bedacht. Laten we er eventjes een paar gaan behandelen. En laten we dan met de eerste vraag beginnen. Was het nou een jongetje of een meisje? Nou, de naam verraadt het natuurlijk al een beetje, maar hoe onderzoek je zoiets?
Nou, dat is bij dinosaurussen best moeilijk, want dat kun je niet zomaar aan het skelet zien. Maar er was wel iets heel bijzonders aan de hand. En we hebben ook al even gekeken, toen het nog in het gipsverband zat. Je ziet dat het dijbeen hier in het gipsverband in een 3D-scanner gaat in een ziekenhuis. Omdat we toen al even wilden weten van hoe dik dat bot nou precies is. En of er misschien ook nog iets bijzonders aan de binnenkant zat. Want het valt op dat we tyrannosaurussen hebben met hele dikke stevige botten. En tyrannosaurussen met hele slanke botten. Dus we hadden eigenlijk altijd al het idee, zou het nou kunnen, dat misschien niet met de slanke botten en met die dikke botten, dat de ene dat dan de mannetjes en de andere dat dan de vrouwtjes zouden kunnen zijn. Nou, met alleen dan wie is wie? Nou, er is bij die met de stevige dikke botten, daar is aan de binnenkant een heel speciaal soort botcel gevonden. En misschien heb je die op het volgende plaatje staan. Ja, ik heb eerst nog even een vraag over dit plaatje, want jij bent dus gewoon met een T-Rex het ziekenhuis binnengestapt. Ja hoor, die kan op een karretje en dan rijden we naar het ziekenhuis en dan stoppen we hem in de scanner, dat past. En dat zijn gewoon dezelfde scanners waar ook mensen af en toe in liggen? Ja, in dit geval wel. Voor de nog grotere brokken moet je hele speciale scanners hebben. Maar deze, zo'n dijbeen, past in de lengte precies in zo'n ziekenhuisscanner. Ja, nou, dus je bent met een dode T-Rex naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Dan zie ik daar meteen een mooie vraag die jou op aansluit. Hoe komt het eigenlijk dat de T-Rex uitgestorven is? Nou, die is samen met alle andere dinosauriërs uitgestorven na die enorme meteorietinslag in Mexico. Oké, en toen was het in één keer gewoon over voor al die dieren. Toen was het voor heel veel dieren afgelopen, ja. Onder andere dus de T-Rex. Onder andere de T-Rex, ja. Zonde. Maar ja, misschien wel goed, anders waren wij er nu niet geweest. Het plaatje van bot. Hier kun je zo'n soort van digitale doorsnede maken, terwijl hij gewoon nog ingepakt zit in het gipsverband. En dan kunnen we ook zien dat er ook aan de binnenkant ook allerlei spul lijkt te zitten. Dus daar wisten we al van, hey, dan moeten we toch met een boordje of zo toch eens binnenin gaan kijken. En bij een aantal botten kunnen we dat dan doen. Dus dat is mooi bewaard gebleven. Maar wat we ook interessant vonden, was toen al even kijken van, wat is nou de doorsnede precies? Hebben we inderdaad zo'n massief dik bot te pakken? Hebben we een dikke, stevige botten of de dunne botten? Want dat is bij een van die T-Rexen die van die hele stevige botten, van die dikke botten had, daar zijn heel speciale botcelletjes aan de binnenkant gevonden. En die botcelletjes die kennen we ook bij vogels. Maar alleen bij vrouwtjesvogels. En dat is het volgende plaatje. Ah. Kijk, hier is een doorgezaagd botje van een vogel. En daarbinnenin zie je een paar botcelletjes. Meestal is het bot hol van binnen. Dan heb je, en die celletjes, daar kunnen ze tijdelijk kalk opslaan. En dat kalk, dat heb je natuurlijk nodig om eieren in te pakken. En wie leggen er eieren? De vrouwtjes, ja. Exact. Nou, kijk. En dat soort celletjes, die zijn herkend bij een van de T-Rexen met van die hele dikke, stevige botten. Dus het idee is, dat voorgesteld, van het zou best kunnen dat bij die dino's, bij de T-Rexen met die stevige, dikke botten, heb je dat de dames zijn. Ja, dus we weten niet zeker dat Trix een vrouwtje is, maar daar gaan we dus wel van uit. Dat is wat op dat moment, op dat moment was dat alles wat we wisten. Is ook bekend uit hoeveel botten het skelet van T-Rex bestaat? Nou, dat weten we dus nooit, nog steeds niet precies, want er is nog nooit een complete staart gevonden, maar een beetje, iets meer dan 300 waarschijnlijk. Oké, en is dat vergelijkbaar met de mens? Nee, met zo'n hele lange staart. Wij hebben natuurlijk niet zoveel staartbotjes als een T-Rex. Nee, dus zij hebben een stuk meer. Oké. Weet je ook wat het langste bot van T-Rex was? Of het grootste? Het dijbeen. Als je zo langs de allergrootste ribben een centimeter zou leggen, zou die misschien nog, als je die uitrekt, misschien dat die dan nog net iets langer wordt dan dijbeen. Heb ik nooit opgemeten. Leuke vraag. Gaan we eens even opmeten. Ja, heel leuk. Volgende vraag dan. Waren dino's slim? Heel lastig te beantwoorden, lijkt me. Nou en of, maar als het leuk als je in beeld kan krijgen hoe groot de hersenen waren, dat is een eerste stap. Dus, Hoe ga je dan te werk? Ja, dat is een moeilijke. Maar dan kunnen we een CT-scan maken. Dan stoppen we de hele schedel in die hele grote CT-scanner. Die ziekenhuisscanner, maar dan die is zo groot, daar kun je ook auto's in stoppen bijvoorbeeld. Zo groot is die. Dus we hebben hem in het vliegtuig gestopt, naar zo'n speciale scanner gevlogen in Duitsland. En daar hebben we hem, een 3D-scan gemaakt. En dat zie je op dit apparaat in die kist. Maken we een röntgenscan. En op het volgende plaatje zie je denk ik hoe die scan er uiteindelijk uitziet.
Ja, en hij zit hier in die kist, maar zit hij dan hier nog in het steen? In het gesteente, ja. Ja, dus je kijkt ingepakt. Doorheen? Ja, okay. Dan kunnen we doorheen kijken en dan zie je hem hier zitten. Dat is hem nog aan de buitenkant. Je ziet nog alle schroefjes van het verstevigde hout en zo erbij zitten. Dat er omheen zit. Maar we kunnen er dan ook virtueel naar binnen kijken. Dan kunnen we zien waar de hersenen zitten. Ja. Dat zie je het volgende. Flink verbrijzeld. Maar als je dus naar de hersenen kijkt, zijn die gevonden dan? Mm-hmm. Nou, de holte waar de hersenen in zaten, die kunnen we zien op zo'n 3D-scan. En daar kunnen we dan weer ook een 3D-printje van maken. Of hier op het plaatje, dan maken we even de botten half doorzichtig. En dan zie je hoe groot het brein is van de T-Rex. En daar kunnen we een 3D-print van maken. En die heb ik hier. Dit is, zo groot is het brein van een T-Rex. Noem je dat groot? Ik zou zeggen heel klein voor een dier. Het is een heel klein brein voor een dier van 12 meter. Maar je kunt dan wel zien van waar nou de verschillende stukken van het brein zitten en wat voor rol die hebben. Met dit stuk van het brein wordt geurinformatie verwerkt. Dus dan kun je iets zeggen over of hij goed kon ruiken. En dat is best wel groot voor een vleesetende dino. Hier kon hij kijken, hier zitten de oogzenuwen aan, dus daar kon hij de informatie uit de ogen mee verwerken. Maar er zit helemaal niet zo'n, wat bij ons er dan overheen zit, die dikke plak van hersenen, waar al het ingewikkelde gedachten in zitten. Dat zit er bij de T-Rex allemaal niet zo bij. Maar we weten dus in ieder geval wel zeker dat T-Rex heel goed kon ruiken. Die had wel wat ruimte inderdaad voor ruiken, maar ook de ontwikkeling hier van het stuk voor het verwerken van informatie uit de ogen. Dat is bij de laatste Tyrannosaurus-achtige best wat forser geworden. Ja. Nou lijken de hersenen, als je die vergelijkt met mensen, eigenlijk nog wel even groot. Maar wil je de tand er nog eens naast houden, naast de hersenen? Want dat betekent dus dat de hersenen zijn kleiner dan zijn tanden. Ja. Dus als je dat vergelijkt met mensen, als onze hersenen zo klein zouden zijn als een tand, dat is echt bizar. Dus ja, ik denk dat bij Tyrannosaurus iets anders belangrijk was. Kunnen we dan concluderen dat dino's niet slim zijn, of weten we dat niet? Nou, het is wel gevaarlijk om alleen naar de grootte van de hersenen te kijken. Want er is nog iets. Het valt op dat bij vogels, die hebben veel kleinere hersencelletjes. Dus die zijn veel efficiënter. Dus heb je met een heel klein brein kunnen ze toch verschrikkelijk slim zijn. En de vogels die stammen af van de vleesetende dinosaurus. Dus het zou zomaar kunnen dat ze met die kleine hersenen toch best wat klaar krijgen. Ja. Ondertussen zie ik een leuke vraag in de chat. Weten we hoe lang de tong van T-Rex was? Nee, dat weten we niet. Nee. Dat kunnen we ook niet zien in de bek, in het bot of zo. Nee, dat lijkt me een moeilijke puzzel. Want dat is voor dat wordt niet fossiel. En nee, ik heb zo gauw niet een list om daar iets over te zeggen. Nee, misschien ooit. Ja. En aten T-Rexen alleen vlees? Hij staat natuurlijk bekend als vleeseter. Ja, nou met zo'n gebit. Dit is natuurlijk ideaal om botten mee te kraken. Vlees mee te snijden, er zitten hier twee snijvlakken op aan de zijkant. Dus dit is niet iets waar je plantaardig voedsel mee fijn snippert. Geen spinazie of sla dus voor hem? Nee. Volgende vraag, hadden dino's vrienden? Ook zo'n lastige vraag. Ja, hadden ze vrienden? We weten in ieder geval wel dat er gedonderjaag was. Dat ze ook wel eens vijanden hadden. Dit zijn de ribben. Hier zitten ze nog niet in het skelet gemonteerd, maar je ziet dat er aan de binnenkant bobbeltjes zitten. En dat zijn bobbeltjes waar de nieuw botweefsel is afgezet. Dus die ribben die hebben een tik gehad, die zijn gebroken en daarna zijn ze weer genezen. En dan groeit er extra botweefsel om het weer stevig te maken. Dus de T-Rex van ons die had 4 gebroken ribben op een rij die weer genezen zijn. En nog een heleboel andere nare dingen zijn we tegengekomen in het skelet. Ja. Dus we weten niet of ze vrienden had, maar we weten dus wel dat ze vijanden had. Deze heeft wel een paar knokpartijen meegemaakt. Dat zien we ook hier. Er zit een hele lelijke kras bovenop de snuitpunt. En ze is ook in de onderkaak gebeten. Daar zit een hele rij gaten, zo'n beetje op de afstand. Die ook de afstand is tussen de grote tanden van een volwassen T-Rex. Dus dat ze zomaar door een andere T-Rex in de kaak gebeten kunnen zijn. En er zit ook nog een hele vieze kaakontsteking aan de rechtervoorkant. Er zit een gat, een echt botweefsel dat door de bacteriën is opgevreten. Dus dat is die had echt een wortelkanaalbehandeling nodig. Dat is heel smerig. Ja, dus ze heeft heel veel meegemaakt in de leven. Ja. Dat weten we zeker. En dat leven, hoe lang duurde dat nou eigenlijk? Weten we hoe oud T-Rex is geworden? Nou, dat weten we nog niet precies. Maar... En dat is door te kijken naar de groeilijntjes.
En dat doen we hier met een heel klein boordje. Onze collega uit Brussel, Koen Stijn, die weet alles over groeilijntjes bij dinosauriërs. En die heeft ons daartoe mee geholpen. Die heeft met een soort heel klein diamant appelboordje een klein stukje botweefsel eruit gehaald. En wat je dan hoopt is dat je, zoals op dit plaatje, groeilijntjes ziet. Het eerste jaar, het tweede jaar, het derde jaar. Dat je net zoals in een boomstam al die groeilijntjes kan tellen. Nou, dat hebben we hier ook geprobeerd. Alleen dat was een beetje moeilijk. Kijk, hier hebben we het gaatje in een van de botjes. Daar hebben we een heel klein stukje uitgehaald. En als we dat dan onder de microscoop leggen en doorslijpen, dan krijg je dit soort plaatjes. Hier is een doorgeslepen stukje van de rib. En dan proberen we daar de groeilijntjes in te tellen. En dat is een van onze studenten heeft daar een heel leuk project van gemaakt. Sifra Bijl, die is hier bezig. En die probeert hier de groeilijntjes van de T-rex te tellen om te kijken hoe oud ze is geworden. En was het een beetje te doen? Het was hartstikke moeilijk, want als je op het volgende plaatje kijkt, dan zie je ook waarom. Kijk, hier kun je een paar groeilijntjes nog wel zien. Die heb ik ook met groene streepjes erin aangegeven. Mm-hmm. Dan zie je nog wel dat er een beetje een soort van lijntje te zien is. Maar als je een beetje verder inzoomt, en dat zie je op het volgende plaatje, dan zie je ook wat er aan de hand is. Ja. Ondertussen nog eventjes een vraag voor de kijkers. Je ziet hier dus 3 groeilijntjes. Maar hebben jullie een idee hoe oud de T-rex eigenlijk is geworden? Je mag dan dat is... Oké, daar kom ik zo op in de... Kijk, dat zie je hier. Je ziet hier dat er nieuwe botcelletjes gevormd zijn. En dus het is een soort van... die vreten eigenlijk het vorige botcelletje, die vreten dat weer op. En dat zijn dus nieuwe celletjes. En die gaan gewoon dwars door die groeilijntjes heen. Dus we zagen heel veel van dit soort celletjes. En dat zie je alleen bij super oude dinosaurusbotten. Dat echt na 10 of 20 of 30 jaar beginnen sommige van die botcelletjes heel langzaam te veranderen en dat er weer nieuwe celletjes voor in de plaats komen. Nou, dat zien we hier. Ja. Voordat we op de vraag komen hoe oud ze dan precies was, even een vraag tussendoor die eigenlijk ook wel heel leuk is. Bestaan er ook dino's die kunnen zwemmen? Oh, dat is leuk. Er is wel een dino bekend die... Er zijn een paar dinosoorten bekend die kunnen zwemmen. Die kennen we uit... Er is een soort in Marokko waarvan ze denken dat die wel gezwommen kon hebben. En er is ook een soort van dino die misschien een beetje iets deed als een zwaan. Dus er zijn een paar soorten waarvan dat mogelijk wel het geval is. Oké. Nou, laten we even terugkomen op die vraag. Hoe oud is T-rex nou eigenlijk geworden? Nou, we kennen dus de oudste T-rex die we kennen is de T-rex die in het museum in Chicago staat. En daar kunnen we terugtellen en dan komen we op iets van 29 of 30 jaar uit aan de groeilijntjes. Maar daar zaten nog lang niet zoveel van die nieuwe botcelletjes over de groeilijntjes heen. En dat zien we hier veel en veel meer. Dus we hebben nu het idee dat deze T-rex misschien nog wel een stukje ouder was dan die in Chicago staat. En daarmee denken we dat deze T-rex echt flink ouder was dan 30 jaar. Dat is een flinke leeftijd dus voor een T-rex, maar best oud geworden toch. Ja. Nou zien we die hier eventjes in vol ornaat staan. Supermooie dier. Het is dus helemaal afgerond, ze staat klaar. Maar wat ga jij nou eigenlijk nog doen? Wat hoop je ooit nog op te graven? Hoe ziet het er nu uit voor jou? Nou ja, we hebben natuurlijk nu een paar opgravingen die even niet doorgingen met de COVID, met de corona. Maar ik hoop ook komende zomer weer aan de slag te kunnen met opgravingen in wat gesteente lagen die wat ouder zijn, uit de Jura-tijd in Amerika. We hebben een opgravingsproject naar grote zwemmende reptielen uit de dino-tijd in Angola lopen. Dus hopelijk gaan we ook weer in Angola graven. En dan hebben we natuurlijk ook nog, als we nog verder terug in de tijd gaan, de opgraving in Winterswijk. In het Trias uit de tijd van net voor de allereerste dinosaurussen. Dus dat zijn een beetje de projecten waar we nu mee bezig zijn. Ja, nou krijgen we uit de klas van juf Isa nog de vraag, wat is jouw favoriete dino? De dino's waar je druk mee bezig bent, is natuurlijk de dino die de meeste... Daar heb je echt alle aandacht voor. Dus we zijn nu heel druk bezig met de T-rex en met Triceratops. Dus die staan nu even bovenaan het lijstje. Maar wie weet wat er straks weer komt. Ja, nou een allerlaatste vraag even uit de chat. In welke landen kwamen dino's het meest voor? Nou, we kennen natuurlijk heel veel dinosauriërs uit Amerika, maar er wordt ook heel veel gegraven. Maar er zijn ook heel veel andere plekken waar het goed dinosaurusjagen is. In Portugal, maar ook in China komen heel veel dinosauriërs tevoorschijn. Dus er zijn gewoon een paar echte hotspots waar je wel wezen wilt. In Argentinië. Dus er zijn heel veel plekken waar je terecht kan. Dus je kunt nog veel de wereld overreizen om dino's te gaan opgraven in ieder geval. Absoluut. Ja.
Nou, superleuk. Inmiddels is het ook alweer 13:45, dus we moeten er een eind aan maken. Okay. Ik wil jullie in ieder geval alvast heel erg bedanken. Normaal hebben we natuurlijk ook nog de fotowedstrijd aan het eind, maar er zijn deze keer helaas geen foto's opgestuurd. Maar niet getreurd, je kunt nog steeds meedoen. Hoe je dat doet, dat kun je in de lerarenhandleiding lezen. En dan verloten we aan het eind van dit jaar ook nog een mooie prijs. Dus ben je geïnspireerd door wat Anne allemaal heeft verteld, stuur vooral een leuke foto op. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en voor het stellen van jullie vragen. Anne, jij ook heel erg bedankt voor je mooie verhaal. Met alle plezier. Dan zou ik zeggen, allemaal hele fijne feestdagen en hopelijk tot volgend jaar. Hopelijk in het museum en anders online. Tot ziens. Oké. Hoi hoi.